En we gaan aan de slag met de allereerste spreker, Jan Willem Alphenaar. Hij spreekt vaker, trendwatcher, heeft het vaak over social media en heeft een ontzettend dynamische presentatie voorgelijnd. Mag ik een applaus voor Jan Willem? Ik wil het hierover hebben. Social media is gewoon vet. Ik bedoel, dat vinden heel veel jongeren. Vinden dat. En de enigen die dan groot probleem mee hebben, zijn eigenlijk de ouderen. Of niet? Ik wil jullie reacties horen. Ik ga niet 20 minuten een beetje rondzingen door de boxen. Ik wil jullie ook horen. Dit beeld kennen we allemaal. Maar we jongeren zijn allemaal met een mobiel, zeggen ze. Maar hoeveel van jullie hier hebben ook een mobiel? En heeft hem al gekeken sinds hij hier binnen was? Ja, ja, wij doen het ook allemaal. Ja, nee, dat klopt. Ik heb hier een meisje van 1,5. En ze kan niet lezen en schrijven. Maar ze weet wel precies hoe de ding werkt en hoe ze iets kan vinden. En dat is hoe kinderen tegenwoordig bezig zijn met media. Is dat goed of is dat slecht? Goed of slecht? Slecht? Waarom? Is dat slecht? Omdat kinderen niet meer zoals kunnen lezen. Ze kunnen hier ook op lezen? Ja, dat gaat heel moeilijk. Ja? Oké, okay. En ze leren wel sneller rekenen door zo'n ding. Ze leren sneller rekenen. Dat zijn ze ook weer sneller van leren. Even later kunnen ze, wat ouder lezen kunnen ze niet meer zonder, okay. zonder computer rekenen. Oké. Okay. Nee, maar ik denk ook dat er een tijd komt dat we sowieso niet meer zonder computer zijn. Helaas. Ik wou net zeggen, dan zijn we aan de goden overgeleverd op dat moment. Ja, en de goden die heten Google en Facebook. En, nee, dat klopt. Dat is helemaal waar. Dat is een ander verhaal. Een hele mooi verhaal over, maar dat ga ik nu niet doen. Ja. Maar je ziet wel dat een hoop mensen die angst met u delen, hoor. Dat is helemaal niet raar. Want zeker als je dan nog eens kijkt wat er allemaal is tegenwoordig. Jullie kennen al deze icoontjes. Die zijn geen geheim. We hebben Facebook, we hebben Twitter, we hebben Snapchat, Google+, Instagram, WhatsApp. Ja, ik ben niet zo blij, maar direct boven. Snapchat. Dat is heel leuk. Dan kan ik u een foto sturen, een half naaktfoto. Nu kunt u na 6 seconden kijken, dan is die weg. Dat is Snapchat. En heel populair onder de jongeren. Dat is echt heel gaaf. Zijn hier gebruikers van Snapchat? Klopt het wat ik zeg? Ja, ze sturen ook naaktfoto's. Nou, dat is heel normaal. Oh, oké. Je mag je nog verdedigen. Nou, het gaat ook gewoon met vrienden, dus het hoeft niet per se naakt te zijn. Zulke mensen heb je wel natuurlijk. En je kan zelf weten hoe lang iemand daarnaar kijkt. De ene duurt 1 seconde en de andere Snapchat duurt 10 seconden, dus dat kan je zelf instellen. Ja. En ja, je kiest er zelf voor wat je stuurt. Klopt. Ja. Nee, en die naaktfoto's worden vooral bij wat oudere mensen doen dat onderling. De jeugd doet dat wat minder. We zijn wel bang dat de jeugd dat doet, maar dat valt best wel mee. Dank je voor je toevoeging daarin. Even over mezelf. Ik ben sinds 92 online en ik observeer alles wat er gebeurt. En ik vind dat fascinerend. Vanaf mijn 11e, sinds 81 ook nog eens verslaafd aan computers, zat ik achter een beeldscherm. Meer omdat ik gewoon niet met mensen kon omgaan. Dus dat was veel fijner voor mij. Die luisterden tenminste naar me. En ik volg dat nog steeds. En een van de mooiste dingen om naar te kijken waarom die ontwikkelingen zo gaaf zijn. Het duurde 38 jaar voordat de radio 50 miljoen gebruikers had bereikt in de wereld. Daar heeft de televisie wat minder over gedaan, namelijk 13 jaar. Internet heeft er 4 jaar over gedaan. Facebook 3,5 jaar. En een heel stom spelletje als Angry Bird slechts 35 dagen. Als mensen mij vragen wat is volgend jaar hetgene waar iedereen mee bezig is, ja, dat weten we niet, want het is er nog niet. Dus waar het naartoe gaat, geen idee. En dat vind ik gaaf. En daar hou ik mij bij bezig. Dat vind ik leuk. Dat is een mooi vak hoor, geloof me. Wel heel veel bijhouden, maar dat is wel leuk. Nou, dan hebben we bijvoorbeeld YouTube. Dan ga ik even heel snel door deze dinges heen. YouTube kennen jullie allemaal, maar er wordt per dag 500 jaar aan video van YouTube bekeken op Facebook. Dat is veel. Dat is heel veel. En er staat echt van alles tussen. Goeie dingen, slechte dingen, leuke dingen en heel veel katten. Ja, dat is een feit, het barst van de katten. Maar dat hele internet, en dan even met name Facebook, dat heeft een... Ja, dat veroorzaakt een soort probleem. Door het netwerk wat we hebben, dat zijn meestal mensen die we goed kennen, zijn we beperkt in het nieuws wat we tot ons krijgen. We hebben een soort oogkleppen op door de mensen met wie wij omgaan, want ja, de mensen met wie je geconnect bent, die bepalen wat jij ziet. En dat vind ik een kwalijke
ontwikkeling. Want eigenlijk worden we dus geleefd door vrienden en algoritmes. Want er zitten allerlei methodes achter waarmee Facebook bepaalt wat jij ziet. Maar dat is niet alleen voor Facebook, dat geldt eigenlijk voor alle kanalen. Ik bedoel, de katten kennen jullie natuurlijk, die zien jullie ook overal voorbij komen. Jij niet? Ja, of honden, het ligt aan wat voor vrienden je hebt. Ja. Vooral kat. Maar wat is nou het nadeel van die algoritmes? Dat er programma's zijn die bepalen wat jij ziet. Wat is daar het nadeel van? Ja? Ja, plus dat ding zelf, die algoritme. Als ik een YouTube-video aanklik omdat iemand het deelt en ik vind het niks. De volgende keer als ik op YouTube kom, krijg ik allemaal suggesties van dingen die daarop lijken. Ook al vond ik het niks. Dat vind ik heel vervelend. En eigenlijk, ja, wie bepaalt wat wij zien? Dat is vooral Facebook. En dan ineens zie je die bedrijven ertussen komen, steeds minder. Dat is nu even een periode en straks komen die heel groot naar voren, want Facebook heeft het veranderd. En als je betaalt, word je gezien door mensen. Dat is waar Facebook op draait. En dat is heel goed hoor. Ze mogen ook geld verdienen. Maar hoe zit dat met privacy? Hebben jullie dat goed geregeld? Want, wie van jullie gebruikt Facebook? Zit op Facebook? Bijna allemaal. Privacy goed geregeld? Ja. Alleen je vrienden kunnen zien wat je deelt. Jullie ook? De mensen achter Facebook die kunnen het ook zien. Ook al die passen bijvoorbeeld de advertenties aan. En bijvoorbeeld interesses, pagina's waarop je komt. Ze passen alles aan op jouw... Klopt. Ja, jouw interesse eigenlijk. Nou, niet alleen Facebook kan het zien. Ja, ook. Ik ook. Ja. Oh. Ja. Ja, ligt eraan hoe je het instelt volgens mij. Nee, niet. Nee, bijvoorbeeld Marlijn van der Klunt. Dus wij zijn geen vriendjes op Facebook. En ik weet ook zeker dat we dat niet gaan worden. Wat ik zeg tegen jou, je hebt een kleine gehad. Dat is wat ik kan zien. Meer kan ik ook niet zien. Dat heb je 8 juli heb je dat geplaatst. En voor de rest klik ik op foto's, zie ik niks. Echter, ik haal wel dit naar boven. Foto's waar jij wat mee te maken hebt, of niet? Of dit? Dat kan iedereen zien van jou. Oh, misschien wil Marjolein even reageren, of niet? Hoe voel je nu? Je begint een beetje te blozen, zie ik. Ja, confronterend. Dit is heel confronterend. Dat dit zomaar ouder in de open is. Ja, ik moet zeggen, ik doe het zelf ook wel eens met mensen uit mijn publiek. En inderdaad, dezelfde reactie. Maar je weet het ergens. En het is ook wat ik aan jongeren verkondig. Maar ja, zo makkelijk gaat het dus. Voor welke van deze foto's schaam jij het meest? Van deze? Enkele. Nee. Dankjewel. Niet van die? Nee. Oké, jullie hebben een sleutel van nieuw huis. Ja. Ja, ja, mooi hè. En ik kan ook zien waar je nog op reageert. Hè? Dat kan gewoon opzoeken. Als je bekend met Graph Search op Facebook. Ooit van gehoord? Nou, Facebook, als je Facebook op Engels zet. Engels US, de Amerikaanse versie. Dan kan ik gewoon zoeken op post commented on by Marlijn. Dan zie ik alle dingen waar jij op gereageerd hebt, zie ik. Of je het nou afgeschermd hebt of niet. En dat kan iedereen zien. Dus privacy op Facebook is er helemaal niet. En dit is al 3 maanden actief. En je hoort er niemand over. Ik kan het ook van jullie vinden, ik kan het van iedereen vinden. Maar ik wist niet wie er allemaal kwamen. Dus ik heb daarom jou als slachtoffer genomen. Sorry. Maar wat ik wel wil aangeven is dat privacy eigenlijk een illusie is. Als je het niet wil dat die dingen van jou online gevonden worden, moet je het er niet opzetten. Zo simpel is het. En dat zeg ik als internetverslaafde en social media verslaafde. Maar als je het niet wil, niet erop zetten. En dat heeft de jeugd al lang door trouwens. Want heel veel jongeren zie je van Facebook afgaan. Waarom? We kunnen een paar maat zien of wie dan ook. Kunnen het allemaal zien, dat willen ze helemaal niet. Dus die gaan naar Twitter, bijvoorbeeld met de afgesloten accounts, met een slotje. En ja, dat is gaaf. Kunnen ze zelf bepalen met wie ze praten. Ja, maar hoe lang duurt dat dan weer? Nou, dat slotje is wel eens door een storing eraf geweest. Het blijft techniek, hè? En mensenwerk. Dus het is wel eens gebeurd dat mensen die alles privé hadden staan, dat ineens open stond. Dat gebeurt. Ja, maar die doen hetzelfde als Facebook nu gedaan heeft, zeg maar. Die hebben iets veranderd, wat ik dan niet weet. Mm-hmm. Maar dat doen zij daar ook weer. Maar dat zullen ze niet doen met die berichten die... Nee? Nee. Dat zullen ze niet doen. Wat wel mooi is van Twitter, is dat heel veel dingen gevolgd worden. Ik bedoel, een meisje van 17 die een bommelding, dat was 2011 geloof ik. Die een bommelding had geplaatst. Ik ga de school opblazen. Meisje zit vast. Is het erg dat dit gebeurt? Nee.
Als zij een anoniem telefoontje had gepleegd, hadden we nooit geweten wie het was. Was de school ontruimd, nu weten we wie het is. En het feit dat dit gebeurt en dat dit in het nieuws komt, gaat de hele wereld rond. Dus het gebeurt niet nog een keer. En dat vind ik wel heel mooi. Die ding is gebeuren, maar één keer. Het nodigt ook uit om dit te doen. Ja, nog één keer. Het nodigt heel erg uit om dit soort dingen te doen. Ja, maar ze heeft wel in de gevangenis gezeten. En dat vinden mensen toch niet leuk, hoor. Over het algemeen. Sorry. Volgens u is het voorbeeldgedrag? Ja, ik denk het wel. Ze zijn niet allemaal even slim, laat ik het zo zeggen. Nee. Maar ze overzien niet wat er gaat gebeuren. En dan gebeurt. Ja, nu heeft dit zal geen tweede keer gebeuren, maar dan doen ze het volgende keer. Maar dat geldt ook met telefonische bommeldingen, hoor. Jawel, maar dan is het alleen maar beperkt tot dat ene persoon die die ene 112 heeft gebeld. En dit zit, die ziet inderdaad iedereen. Mm-hmm. Het is een voordeel dat iedereen het ziet en een nadeel. Ja, precies. Ja. Ja, precies. Klopt, maar ik denk het voordeel weegt op, want de politie kan het heel makkelijk monitoren, weet precies wie het is, kunnen de dingen ook aanzien komen en doen er ook dingen mee. Zit het daar mee eens of niet? Dat het goed is dat het zo groot nieuws wordt, dat mensen die nog een keer doen? Ja, ik weet niet of haar profiel privé was. Want dan, Nee, ja. Ja, sowieso, ook al is het privé, het zou sowieso wel gemeld worden, zeg maar. Ja, dan meldt een van de vrienden meldt. Ja. Het risico is namelijk ook nog, hè. Dan heb je 80 vriendjes en er eentje die zegt van, dat ga ik toch melden. Ja, klopt. Dus dit is op zich wel veilig, voor ons, als samenleving. Ja, op zich wel. Op dat gebied wel, maar op andere dingen misschien niet. Nee. Instagram? Bekend? Bij u? Ja, ja je maakt in principe een lelijke foto, je gooit filter eroverheen, het ziet er mooi uit. En iedereen denkt dat je een mooie zonsondergang hebt en dat plaats je op internet. Dat is een beetje wat mensen mee doen. Ik gebruik het heel veel, in die zin, ik volg heel veel mensen uit bijvoorbeeld uit Dubai en uit Rusland. En ik zie hoe hun dagelijks leven eruit ziet, omdat ze er ook foto's van plaatsen. Maar het is meer ja, het delen van foto's en bekijken van foto's van elkaar. Is geen vervanger van Twitter, ik bedoel alleen maar plaatjes, het is een toevoeging. Maar niet in vervangen van, zoals sommigen dat wel eens zien. En het is van Facebook, even niet vergeten. Zij zijn de eigenaar van het onthouden van wie wat is. Hetzelfde geldt voor deze. Ja, is ook van Facebook. Wat zei je? Zei je Rudy, sorry? Oh, nee. Je weet niet wat het is, hè, WhatsApp? Wel, ja. Het mooie van WhatsApp is, het is gratis sms'en, maar je kan het ook binnen groepen doen. En dat gebeurt bij de jeugd heel veel. Want ze kunnen daarmee dus in plaats van op Facebook, waarvan je niet weet wie het kunnen zien, hebben ze maar WhatsApp, kunnen ze, ja, hebben ze gecontroleerde groepen. En er worden veel meer dingen gedeeld. Nee? Dat is niet zo. Ik kom jullie kant op. Het is wederom niet zo. Ook al heb je je contacten. Want ik bedoel, veel meer mensen, behalve je vrienden of contacten die je op WhatsApp hebt, kunnen zien, je berichten zien, et cetera. Daar is laatst ook nieuws over geweest, volgens mij, dat mensen WhatsApp wel vertrouwen, maar de foto's die ze bijvoorbeeld versturen, makkelijk doorverzonnen kunnen worden. Of dat andere mensen achter WhatsApp het ook kunnen zien. En eigenlijk is helemaal niks privé wat je op WhatsApp vertelt. Nou, dat ben ik dus helemaal met je eens. En het is nog erger. Ik heb er ook een mooi voorbeeld van. Maar de mensen achter WhatsApp, dat zijn ook de mensen achter Facebook. Van die hebben het gekocht voor 110 miljoen, geloof ik. Iets in die trant. Nee. 2,7 miljard zelfs. Oh, ik wou zeggen. Er is heel veel geld voor geboden. Anders had ik mee bieden. Ja. Maar dit is ook gedeeld. En dat is het gevaar. Alles wat digitaal is, ook al denk je dat is veilig, dat kan gekopieerd en doorgestuurd worden. En dat kun je niet tegenhouden. Heeft voordelen, heeft nadelen. Eén moment. Ja, u wilt nog even terug? Nou, het begint met die 6 seconden filmpjes, hè? Mm-hmm. Maar die zijn dan toch ook niet... Die zijn wel 6 seconden, maar daarna en na die 6 seconden kan ook... Zijn ze ook ergens bij iemand deze. Anders? Ja, die. Nee. Nee. Hoe weet jij dat? Dat beweren de makers en de mensen achter Snapchat. Ja, dat is ook hun bestaansrecht. Maar ja. Maar dat geldt, maar al deze dingen, die weet je toch nooit? Nee. Daar zeggen ze tegen. In principe zeggen zij dat hun apps voorkomt dat je een screenshot kunt maken. Maar ja, er zijn weer apps die er overheen gaan. En ja, wat houdt mij tegen om met mijn camera erop te zetten terwijl ik het afspeel? Dat kan ook. Dus niks is veilig.
Dus een applicatie voor om die foto's op te slaan. Ja. Dus wat ik eigenlijk aan wil geven, zij weten absoluut wat wel en niet kan. Zij zijn zich daar bewust van. Zij maken zich er niet druk om. Ik maak me meer druk om de ouders die het niet weten. En de jongste van... Ja, maar van wie moeten ze dat gaan leren? Waar, inderdaad, wat jij zegt, de ouders. Ze hebben daar een hele belangrijke taak in. Het is een van de dingen waar ik mee bezig ben. Mijn kinderen al vanaf jongs af aan. Maar nu willen ze nog luisteren. Ze zijn 9 en 12. Ja. Om ze daar al meteen al te attenderen op wat je wel kan doen en wat je niet kan doen. Nou, mijn stelling is eigenlijk, hoe kunnen we kinderen mediawijsheid bijbrengen als we het zelf niet eens snappen? Want ik denk dat de week van de mediawijsheid moet niet gericht zijn op dat de kinderen het leren. Nee, dat de ouders het leren, zodat zij het aan de kinderen kunnen doen. Maar dat geldt ook voor het onderwijs, want daar schiet ze ook zwaar tekort. Die hebben daar ook geen kennis van. Die weten niet wat er gebeurt, wat die kinderen doen met de telefoons. Zij snappen het wel, leert van elkaar. Ik ben juist heel blij dat jij zegt van, ja, dat werkt ook niet en dat kan ook gekoopt. Dat is precies waardoor jij al bewust ermee bezig bent. En die angst die hier zit, die heb jij niet, want jij weet het. En dat is het hele grote verschil. Nog een ding, jongeren worden door schade en schande wijzer. Dat is nou helemaal zo, hè? Vallen en opstaan. Alleen, ja, die schade en schande kan wel heel erg groot zijn online. Op het moment dat zo'n naaktfilmpje rondgaat van het ene meisje, ja, dat is best wel lullig. En ze moet naar een andere school, een andere regio. Maar ja, dat blijft je achtervolgen. Maar het voordeel is dat het wel heel snel gedeeld wordt, waardoor andere mensen gewaarschuwd zijn. Dus mijn advies is eigenlijk, verdiep je er zelf goed in. En let ook eens goed op het voorbeeld wat je zelf geeft. Want hoeveel ouders zitten thuis achter de telefoon terwijl het kind ernaast zit? Hetzelfde gedrag. Het wordt gewoon gekopieerd. Of gebeurt het bij jullie niet? Nooit als er kinderen zijn? Wel? Ja. Of app je ook met kinderen terwijl ze naast je zitten? Dat is jouw schuld dus. Zijn er nog vragen? Want dit is eigenlijk een beetje mijn verhaal. Ik had wat meer interactie verwacht, gehoopt. Mijn dank. Wij moeten het ze leren, hè? Ja. Maar met alles, ik kan ze het helemaal niet leren. Nee. Want als ze 8 jaar zijn, weten ze al meer van dan ik. Ja. En dan kunnen we zeggen, je moet je erin verdiepen. Mm-hmm. Maar voordat ik me erin verdiept heb, zeg maar, dan voordat ik daar zover ben, zijn zij alweer verder, snap je? Ja. Ik haal er nooit meer in. Nee. Dat gaat niet lukken. Vraag, dus, moet je dat ook willen? Zeg je? Moet je dat ook willen? Ik denk het niet. Ik denk dat we moeten accepteren dat zij altijd meer weten als ik. Ja. Je kan wel naast ze gaan zitten en meekijken en vragen stellen. Ja. Ja, klopt. Hè? Vroeger gingen we vuurtjes stoken ergens. Nog eens. Stiekem en dan zag niemand het. Nou gaan ze een vuurtje stoken, hè, bij wijze van spreken, op dat apparaat. En iedereen ziet het. En iedereen volgt het. Hè. Dus ouders zien dingen van kinderen waar ze eigenlijk helemaal niet moeten zien. Want het is heel goed als je vuurtje stookt en stiekem rookt. En als je ouders allemaal mee zitten te turen, dat is helemaal niet de bedoeling volgens mij. Dus het is best wel een wankel evenwicht. Je moet een bepaalde vrijheid hebben ook weer als kind. Je kunt niet altijd meekijken. Maar het begint eigenlijk al vanaf 0 jaar. Hè? Je zag dat kind van 2 die al achter een iPad zit. En in die leeftijd zijn ze nog niet met vuurtje stoken bezig en zo. Dan is het eigenlijk al het moment dat je ze al gaat leren wat je wel en niet kan doen, volgens mij. Nee, ik denk dat ze dat nog intuïtief moeten leren. Ja, in ieder geval meekijken en kijken wat ze doen. En ja, net zoals dat je de spel, of ja, vertelt hoe je het verkeer ingaat, ga je ook meedenken en vertellen van hoe je... Alleen het verkeer is niet zo complex. Ja. Nou ja, maar het verkeer geldt hetzelfde voor. Als ze 11 zijn of 12, dan laat je ze los. Dan moet je toch zelf kunnen. Ja. En dat is met dit spul ook volgens mij. Dat gaat al heel vroeg. Maar daar gaat het juist verkeerd. Kinderen in het verkeer leren we omgaan. Kinderen met computers leren we nooit omgaan. We leren ze dingen te maken die ze de volgende week nog veel beter kunnen als degene die het ze leert. Uh-huh. En over 14 dagen sta je als leraar of als man die de computers uitlegt voor de klas en dan komen ze het spelletje vragen om het spelletje weer te spelen en dan verslaan ze je niet 3 keer, nee, ze verslaan je 30 keer, want ze hebben het allemaal geoefend en ze kunnen het allemaal nog vele malen beter als ik of als mijn collega's. Maar wat moeten ze dan leren? Ik denk dat normen en waarden. Normen en waarden. Ja. Maar, en dat heeft dus niks met het medium te maken? Nee, ik kan dat zeggen, dat heeft niets met het informatieve gedeelte te maken. Nee. Want dit is maar technologie en dat hebben ze heel snel onder de knie. En weet ze ook hoe ze kunnen zorgen dat jij niet ziet dat ze fik stoken.
En daar zijn ouders nu bang voor, terwijl dat vroeger ook gebeurde. Dus ik denk dat wat dat er gaat helemaal niet zoveel verandert. Misschien heel naïef van mij, maar... Misschien moet je ook wel niet te bang zijn, aan de ene kant. Nee, je moet vertrouwen hebben. Ik denk inderdaad niet dat we te bang moeten zijn, maar ik denk ook niet dat we te voorzichtig moeten worden. Of dat we toch wel voorzichtig moeten worden, want ja, het gaat toch een verkeerde kant uit zo. Kinderen... Kan, hoeft niet. Hoeft niet, maar het risico zit er wel in natuurlijk. Kinderen hebben op een gegeven moment geen vriendjes meer of vriendinnetjes meer, want de iPad of de computer staat klaar. Ja, ik ken dan er zijn ook genoeg mensen die elkaar hebben leren kennen, dankzij die social media. Ken ik er ook, maar... Ja. Ja, het is mooi dat er meerdere meningen zijn. Dit is namelijk niet één juiste... Dank u. Net als de mevrouw daar, ik heb er niet heel veel van, blijkbaar. Je kent de gevaren. Maar gebruik je het nu wel allemaal nog, wat daar ja, stond? Ja, ik gebruik het allemaal. Ik ben 19. Ja. En ik gebruik het allemaal, maar het gaat vooral zoals normen en waarden. Je ouders kunnen meekijken, maar ik laat mijn ouders echt niet meer meekijken bij mij. Ook niet wanneer ik 14 was, ook niet. Want je verwacht, je denkt van, ja, ik word al groter en ik kan het allemaal zelf wel. Ik beslis zelf wel wat ik doe en vooral nu. Maar het gaat vooral over normen en waarden inderdaad. En ook, het heeft niet alleen de media of de social media heeft wel een groot impact, maar het is niet alleen dat. De dingen die je meekrijgt in je dagelijkse leven, de omstandigheden waarin je leeft, of als je geen vrienden hebt, dat heeft er allemaal mee te maken. En ja, social media is niet het grootste oorzaak waarom mensen misschien af en toe de verkeerde kant op gaan. Nee. Ben ik het 100% mee? Zit de microfoon achter je wil reageren? Het gaat ook eigenlijk dat kinderen gewoon weerbaar zelf kunnen zijn, ook op de social media is hetzelfde, hè? En inderdaad er de keuzes kunnen maken. En sommigen die kunnen dat beter of makkelijker als anderen. Ja, en dat is voor het nadeel is van internet is wel dat je het heel snel gezegd hebt. Hè? En vaak het anoniem is, of het lijkt anoniem. En dat is wel het gevaar van kinderen. Je ziet ze vaak veel sneller en feller reageren dan als ze in het echte leven elkaar zouden tegenkomen. Ja, dat zie ik bij volwassenen net zo. Ja. Dat heeft niks met... De leeftijd te nee, maken. Nee, maar dat heeft met het medium te maken, denk ik. En daar moet je denk ik voorzichtig, daar moet je ze op attenderen, denk ik. Ja. Dat denk ik ook. Dus ze noemen het ook niet voor niks het vlugge medium, hè? Het is heel vlug, ja. Heel impulsief. Heel impulsief. Ja. En het ligt ook in één keer vast voor je hele leven, als het even tegen zit. Nou, gelukkig niet meer. Er zijn trucs om dingen echt definitief weg te krijgen. Dus ja, gelukkig. Hoe zit het met Jikjak? Dat zou wel anoniem zijn. Heet dat Jikjak? Ik las dat in de krant van de week. Dat is een app wat ontwikkeld is, volgens mij in Amerika, maar waardoor je anoniem zou kunnen communiceren en wordt veel voor pesten gebruikt. Okay. En het is op een aantal scholen in Amerika wordt het al verboden. En er was ook een school in Den Bosch, als ik me niet vergis. Ja, maar hoe kun je een app verbieden? Het wordt geblokkeerd of zo, via de wifi. Zou dat kunnen? Dat zou kunnen. Maar het enige wat je kunt zien is het IP-adres. Ja. En er werd vanaf dus heel veel gebruikt. Vanaf de school is een groot IP-adres, daarom. Dus weet je toch niet. Nee. Dus dat werd binnen de school heel veel gebruikt. Ja. Ja. Maar pesten, dat gebeurde ook al voor dit. Hè? Dit is een middel, maar dat verandert niet het pestgedrag. Nee, maar omdat we het net hadden over dat het niet anoniem is. Dit is wel een anonieme app en die vond ik wel heel akelig. Ja. Ja. Zijn er van de kijkers thuis vragen gekomen of niet? Eigenlijk, ik weet niet, werkt er mensen kunnen inderdaad meetwitteren via hashtag Paradigma 040, want we zijn natuurlijk met een hele digitale avond bezig. Dus de mensen die thuis zitten, die kunnen twitteren. En dan komt het hier binnen en dan kunnen wij die vragen stellen. Ik weet niet of al dingen binnen zijn. Sjoertje checkt het even. Nee, nog niet. Nee, daar is nog iemand die een vraag heeft. Ja, ga je gang. Nou, ik heb geen vraag, maar meer een opmerking. Ja. Sociaal media en digitale snelweg, dat is een gegeven. Hè? Dat is... Maar hoe gaan we daarmee om? En ik wil ook een andere kant belichten. Hè? Steeds meer jongeren die hebben de toekomst. En wat er wereldwijd gebeurt, de Occupy-beweging, is ook onder andere ontstaan
door de sociale media. Regimes kunnen niet zomaar dingen doen, mensenrechten schenden, want het wordt in de gaten gehouden. En ook jongeren, er zijn ook revoluties daardoor ontstaan. Dus jongeren doen ook echt invloed uitoefenen op het openbare bestuur. En ik ben ooit kandidaat geweest voor de verkiezing van het Europees Parlement. En dat was een heel goed middel om jongeren te bereiken. En ook op goed niveau. Dus dat is een kant waar ik ook wil belichten. Klopt, alleen ISIS wordt ook voornamelijk gecommuniceerd en georganiseerd via dezelfde technieken. Dus ja, dat is weer de keerzijde erin. Dat is de keerzijde. Maar... ja, het is er gewoon, het is een communicatiemiddel, ja. En daar kan alles mee gebeuren. Ja. Een goede opmerking van jou, ja, helaas. ISIS. Ja. IS, moeten we zeggen tegenwoordig. Ja. Mooi. Als er geen vragen meer zijn, dan heb ik nog wel een paar vragen aan jou, Jan-Willem. Dat is goed. Je zegt dat je al 22 jaar online bent, ja. Sinds 92. Klopt. Ben je soms zelfs helemaal internetmoe? Ja, dat heb ik... In 2003 heb ik dat 2 weken gehad. Ja. En wat gebeurde er toen? Nou, ik was toen net failliet gegaan met mijn internetbedrijf, dus toen was ik het even klaar mee. Dus dat was eigenlijk de reden, maar daarna was ik heel snel weer op, ja. En je zei ook dat je eigenlijk al sinds dat je 11 was met computers bezig was. Want dat vond je prettig, dat vond je comfortabel, want dat ding deed tenminste dingen. Dat vond ik fascinerend, ja. Ja, precies. Ja. Maar heeft juist het trendwatchen via wat je hebt gezien op internet, dat werd steeds sneller, steeds vlotter. Heeft dat jouw gedrag in real life ook veranderd? Offline gedrag. Mijn offline gedrag? Dat vind ik een goeie. Ja, op die manier heb ik niet naar gekeken eigenlijk. Nee, dat zou best kunnen, maar daar zou ik mezelf dan niet bewust van zijn. Nee. Wel, ik maak wel overal foto's en ik plaats wel alles. Ja, en je gaf ook aan dat mensen elkaar via het internet hebben ontmoet of kunnen ontmoeten. Dat gebeurt dat bij jou ook? Vaak? Ik heb mijn vrouw 8 jaar geleden van een dating site afgeplukt. Ja, ja dat hoorde bij mijn vak, vind ik ook. Ja. Ja. Die heb je allemaal weggeschreven voor de Belastingdienst. Ja, veldwerk. BTW aftrekbaar. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, mooi. Ja. Dat is een heel rond verhaal inderdaad. Bedankt. Als er nog vragen zijn, dan kan dat tussendoor nog. Of we parkeren ze aan het eind van de avond, want we hebben nog 2 andere sprekers. Maar voor nu wil ik eigenlijk een hartelijk applaus voor Jan-Willem Alphenaar. Dank je.